Dag, ik ben Frans de Roos van de Alliantie. Ik sta voor een deel van de 314 woningen die vanaf volgend jaar worden gesloopt. De eerste helft van die woningen gaan we slopen vanaf mei 2021. En dan gaan we ongeveer 250 nieuwe woningen bouwen. We verwachten dat die woningen in de tweede helft van 2023 klaar zullen zijn. En een flink deel van die woning is bestemd voor mensen die nu nog in een sloopwoning wonen. Eind 2023 gaan we het resterende deel van de 314 woningen slopen. En ook daar gaan we weer ongeveer 250 nieuwe woningen bouwen. We hebben een voorlopig plan voor de nieuwbouw. Martina van Es, de architect, gaat dit toelichten. Dit plan hebben we al besproken met de groep bewoners en met de gemeente. Maar we willen van alle bewoners van de Alliantie woning in de Jacob Geelbuurt weten wat ze ervan vinden. Wat beter kan en wat misschien anders moet. Dat kunnen we dan gebruiken om het plan verder af te maken. Hallo, ik ben Martina van Es van Geurst en Schultz Architecten. We zijn bezig met het ontwerp van nieuwe woningen aan de Jacob Geelstraat. De huidige woningen bestaan uit baksteenblokken in het groen. De woningen hebben schuine kappen en bijzondere details, zoals fraaie hekjes en mooie tegeltableaus. We zien veel kwaliteit in de huidige blokken. Maar helaas voldoen ze niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Het nieuwe plan is geïnspireerd op de huidige bebouwing. We maken opnieuw baksteenblokken met schuine daken. De blokken hebben 5 à 6 verdiepingen en staan rondom gemeenschappelijke binnentuinen. Op de hoek van de Hemsterhuisstraat komt een toren van 9 verdiepingen. Alle blokken hebben gezinswoningen op de onderste 2 verdiepingen met een voordeur aan de straat. Boven de gezinswoningen komen appartementen in verschillende groottes. We besteden veel aandacht aan de uitwerking van entrees, hekjes en andere details, waardoor de blokken een mooie en vriendelijke uitstraling krijgen. Ook de parkrand wordt vernieuwd, waardoor er weer een mooie en veilige plek ontstaat voor de hele buurt. Alle informatie vinden jullie op de website en in de etalage van Jacob Geelstraat 1, waar vroeger de kapper zat, hangen binnenkort plaatjes van de nieuwbouw, plattegronden en we zetten ook een maquette in de etalage. Laat weten wat je ervan vindt. We zijn benieuwd naar je ideeën. Het e-mailadres is jacobgeeloost@dealliantie.nl. Zet vooral ook je telefoonnummer erbij, dan kunnen we je bellen. We gaan in ieder geval altijd reageren. Of we maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dat kunnen we doen bijvoorbeeld op de Jacob Geelstraat 1. Al meer dan 100 huurders hebben een andere woning gevonden. Maar niet iedereen zit te wachten op een verhuizing. We beseffen dat we veel vragen van de bewoners. Maar we gaan het maken. Samen gaan we het maken.